We het hebben over kinderen. Kinderen moeten veel meer leren over de natuur, wat ook op een educatieve manier kan. Wandenaar Ramlal, voorzitter van de stichting Growing Seeds, zegt dat leren over de natuur ook in een andere omgeving kan dan in de schoolbanken. De stichting heeft vandaag in verband met Kinderdag en de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind kinderen van tehuizen in Comoeine gezellig en educatief bezig gehouden. De activiteiten vonden plaats de lust en rust. Want we willen vanuit deze stichting kinderen heel veel leren over de natuur. Het gaat dan om creatieve doel, denk, maar zeker ook groene activiteiten. Er ligt heel veel voor kinderen, maar ook volwassenen, jongeren, voorkomen wij een weggelegd. Deze stichting wil zich echt gaan focussen op het ontwikkelen van talenten, het vormen van deze kinderen. En niet op een gewone manier, maar op een heel speciale, creatieve manier. En vandaag is dan ook zo'n dag waarbij we alvast een tipje van die sluierlichten en bezig zijn met kinderen van tehuizen. Kinderen van kindertehuizen, zoekdam en Huizen Ecclesia, die zijn vandaag hier aanwezig. En we houden ze bezig met talloze activiteiten. Ongeveer 70 kinderen hebben deelgenomen aan de activiteiten. In september heeft de stichting ook een vakantiekamp georganiseerd. De organisatie is volgens bestuurslid Farisha Ramlal vooral gericht... Op kinderkampen en kinderbeurzen. We hebben gekozen voor kinderthuizen omdat het namelijk Kinderdag is. We willen deze kinderen ook een hele leuke dag geven. We willen ze helpen om zichzelf te ontwikkelen en zichzelf ook te vormen door hun talenten naar buiten te brengen. Zoals ik eerder heb gezegd, is ons thema I Am Talented. In januari start de stichting met een clubhuis voor jonge kinderen. Er zullen dan ook educatieve activiteiten op touw gezet worden. Naast jongeren van kindertehuizen zullen ook andere kinderen de gelegenheid krijgen om mee te doen aan deze activiteiten die moeten bijdragen aan de vorming en opvoeding.